Deze baby is nog een geboren Eindhovenaar. Maar eventuele broertjes of zusjes zouden wel eens als Veldhovenaar ter wereld kunnen komen. De zorgverzekeraars vinden dat ziekenhuizen zich meer moeten specialiseren. In het Catharina ziekenhuis worden te weinig gecompliceerde bevallingen gedaan en dus moet daar mogelijk de kraamafdeling dicht. Jaarlijks worden in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven ruim 1300 bevallingen met medische indicatie uitgevoerd. In het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven zijn er dat ruim 2100. Dat aantal kan over een paar jaar flink stijgen als bevallen in het Catharina ziekenhuis niet meer kan en zwangere vrouwen in Veldhoven moeten bevallen. In het paspoort van hun kind komt dan als geboorteplaats Veldhoven te staan. Maar daar moeten echte Eindhovenaren niet aan denken. We zouden liever zien dat het gewoon hier wordt geboren. U heeft nu al een kleine Veldhovenaar. Ja, klopt. Ja. Tevreden mee? Ja, heel tevreden mee. Ja, zeker. Het is alleen het is jammer dat het niet in Eindhoven geboren kon worden. 20 december geboren in Catharina ziekenhuis. Dus ik ben blij dat het in december is gebeurd. Maar de volgende, die wordt misschien een Veldhovenaar. Ja, nee, dat is gewoon niet mogelijk. Nee. Maar er zijn altijd Eindhovenaren die het niet uitmaakt waar ze geboren zijn. Maar Veldhoven denk ik toch? Ja, maar wij boven. Ja, wat vind jij daarvan? Leuk. Ben jij een trotse Veldhovenaar? Ja.